In Nederland zijn zo'n 260.000 familiebedrijven vertegenwoordigd. Dat is 70% van het totaal aantal bedrijven. Hier in Rijssen is er één van en dat is Nijhoff & Wassink. Ik ga even binnenkijken, want ik heb een afspraak met Erik, CEO. Een leuk feitje. 2014 was het bedrijf de finalist van de Familiebedrijf Award. En ik ben op zoek naar Erik. Goedemiddag. Dat zal hier zijn. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Jan. Hey, ik ben Erik Schouwers. Aangenaam. Welkom in Rijssen. Ja, ik kom een bezoekje brengen vandaag. En ik ben wel benieuwd over de kracht van het familiebedrijf en de voordelen daarvan. Nou ja, je bent hier bij een op- en top familiebedrijf. 50 jaar jong. Kan je er alles over vertellen? Maar is het misschien een idee om dat in de eerste vrachtwagen van ons te doen? Ja? Die staat toevallig hier in Rijssen. Oké. Ik heb de sleutel en dat is al op zich bijzonder, want hij is van de oprichter. Ja, dat is heel leuk. Dus, zullen we daar een stukje mee gaan rijden? Ja, lijkt me heel gaaf. Gaan we naar buiten toe. Nou, dit is hem dan. De allereerste Nijhoff & Wassink truck. Ja, de Jenny, genoemd naar de vrouw van de oprichter. Ja. Wauw. Een 495. Supermooi ding. Echt heel mooi. Dus, en de eerste kleur van de firma was ook groen. En later zijn we overgegaan naar het rood, wat je hier ziet. Ja. Dit is weer een nieuwe versie. Mag ik eens kijken? Ja, tuurlijk. Hier ga ik eens kijken of dit doet. Ja, ik ben wel nieuwsgierig. Hoe oud is dit pareltje eigenlijk, Erik? Ik meen dat deze uit 67 is. Dat is ook de oprichtingsjaar van het bedrijf. Wow. Dus, en deze is nog groen, ik denk 66, 67, ruim 50 jaar jong. Ja. Eens kijken. Is goed. Staat te lopen, echte Volvo. Oh, het is echt super dit. Mag ik zo brutaal zijn om te vragen of we een stukje gaan mogen rijden? Zullen we een stukje proberen? Ja. Gaan we doen. Nostalgische van zo'n truck, dat geeft wel het boegbeeld van zo'n familiebedrijf. Ja, dat is, wij zijn echt een familiebedrijf, 50 jaar jong. Derde generatie werkt bij ons. Dus de oprichter, twee families zijn begonnen. En de tweede generatie heeft er verder doorgegroeid. En de laatste jaren is de derde generatie er nu ook bij. Dat zijn twintigers. En 12 jaar geleden is hier voor het eerst extern management gekomen. Ook vanwege de groei. Ja, dat hebben we gezegd, het is goed ook om externe professionals erbij te halen. En sinds april vorig jaar mag ik de tweede algemeen directeur zijn van de groep. Dus zowel de dealerkant als ook het transportbedrijf. En de droom is dat de derde generatie op een gegeven moment zegt van goh Erik, bedankt joh en dan gaan wij het doen. Ja, het zou geweldig zijn. En dat ze dat veel plezier over kunnen nemen natuurlijk. Ja, precies. Hè. Plezier, natuurlijk kenniskunde, maar ook dat ze er plezier in hebben. Dat is een voorwaarde, anders hou je het niet vol. Ik liet me laatst vertellen dat zo'n 70% van alle bedrijven in Nederland zijn familiebedrijven. En dat zijn toch, laat zich vooral kenmerken toch door een stukje stabiliteit. Ja, er zijn zo'n 260.000 familiebedrijven in Nederland vertegenwoordigd en 70% daarvan is familie. Ja, 260, ja, dus ja, dat zijn toch een hele serieus aantal. En, ja. En als je ook kijkt, hè, en daar zijn wij uniek in, maar er zijn ook andere bedrijven uniek in. Ja. We hebben toch in de slechte jaren hebben wij altijd dezelfde crew bij elkaar gehouden en gezegd, jongens, kom, we leveren allemaal wat in. En daarna gaan we versnellen en nu trekt het aan en kunnen wij volle bak mee omdat wij gewoon het team nog op orde hebben en de bezetting op orde hebben. Ja. En dat is wel heel fijn. En die visie hebben vaak familiebedrijven. Dat ze gewoon toch zeggen, jongens, we kijken langer dan het volgende kwartaalbericht. Met alle respect voor beursgenoteerde ondernemingen. Ja. Ik heb er zelf ook 13 jaar gewerkt. Ik ken het spel. Dat is een totaal andere wereld. Ik durf het bijna niet te vragen, Erik, maar zou ik misschien een ritje mogen maken in dat pareltje voor jullie? Je bent niet bang, dat vind ik mooi, want als je er een deuk in rijdt, dan weet ik wie er achter je aankomt. Volgens mij zit de sleutel er nog in, dus okay. Hey, veel plezier. Dank je wel.